Ouders hebben bij de politie melding gedaan van pestlijsten die rondgaan op het internet na de dood van Anas. Op de lijsten worden kinderen genoemd die Anas in de maanden voor zijn dood zouden hebben getreiterd. De namenlijsten gaan rond op internet, maar het is onduidelijk wie deze heeft gemaakt. Automobilisten hadden donderdag te maken met gladde wegen. Het KNMI waarschuwde voor extreem weer en kondigde code oranje af. Sneeuw en ijzel zorgden voor problemen op onder meer de A4 en de A12. Daar werden snelheidsbeperkingen ingesteld na een aantal ongevallen. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de Stratmanzaak. Justitie had tot 18 jaar celstraf geëist, maar de rechter veroordeelde de daders van de fatale overval op de Haagse juwelier Ruud Stratman tot 13 en 11 jaar celstraf. Daarbij hield de rechter rekening met de jeugdige leeftijd van de overvallers. Het Coerhaus Hotel in Scheveningen zou in financiële problemen verkeren. Op het internet circuleren verhalen dat het financieel slecht gaat met het boegbeeld van de badplaats. Uit een rapport van de beheerder van het Coerhausgebouw blijkt dat de rente op het vastgoed niet zou worden betaald. Dat geldt ook voor de huur van het Coerhaus. De taxatiewaarde van het gebouw zou met 40 miljoen euro zijn gedaald. Het Coerhaus onthoudt zich echter van commentaar.